Dan Gaby van Soepy Sok, om maar eens even serieuzer te worden. Nee, die haakt deze bandjes. Daar is hij bekend van geworden. Dank daarvoor trouwens. En ik wou dat er een knop op zat om jou weg te zetten. Maar daar gaat het nu niet om. Deze man heeft ook hele andere hobby's, Fiona. Ja, inderdaad. Ja, we kennen hem van die zweetbandjes. Dan heeft hij ooit bedacht van, zag op internet een mij, een gothic meisje met zo'n bandje. Dacht hij, nou, die ga ik ook op de markt brengen. Zijn moeder en zijn oma ziet als een gek te haken. Want het was een enorme hit dat hij helemaal niet verwacht. Daarna werd het, werd het een enorme kledinglijn. Nou, veel succesvoller dan de jouwe. Ja, en nou werd hij laatst weer wakker. Hè. Hij zegt tegen zijn vriendin, schat, ik wil kunstenaar worden. Dus nou gaat hij ook schilderen. Hartstikke goed, heeft 2 exposities. Oh. Ik zal je even meenemen in mijn wereld van wat het nou eigenlijk is. Want zo ziet het er best aardig uit. Maar als je de andere kant kijkt, zie je eigenlijk gewoon... Kijk, hier zie je nog het voorwiel van de fiets. Dit is dus echt gewoon zo'n fietsdoos. En je hoort het wel, het is gewoon hartstikke karton. Ik heb natuurlijk nog geen atelier, omdat ik een beginnend schilder ben. Ik zit, daar ben ik mijn meisje wel dankbaar voor, gewoon in de huiskamer. En het is vrij goor overal, maar we maken het samen heel erg mooi schoon. Ik moet zeggen dat ik naast huwelijksaanzoeken van sneakers en een kunstenaar, dat moet een geweldige man zijn, ook aanvragen krijg van mensen die dit willen kopen. Uit, weet ik veel, Shanghai had ik een, uit Singapore, heel veel Amerikanen. Mensen die naar Amsterdam komen en zeggen, gast, heb je niet een winkel al? Ik denk, een winkel? Ik ben net 4 maanden met een beetje aan het schilderen. Dus dat heb ik nog niet. Oh, is hij de broer van Van Velsen? Wat denk je ook? Is het ook een dwerg ook? Nee, hij is niet klein. Nee, maar dat komt misschien door het leuke, gezellige baardje. Nou, mensen die zijn kunst mooi vinden, ik moet zeggen, ik vind het heel leuk. Die kunnen vanavond, wordt de expositie geopend in de Pakhuis Zwijger. Het begint om 7:00, dus neem gewoon een sprint op je fiets. Nee, dat is nog niet bekend. En er wordt geboden per, de mensen die komen, die kunnen daar per sms bieden. Oh, dat is wel hip, hoor. Ja, heel hip. Dat is helemaal hoog.